Het EK Shorttrack in de Sportboulevard is van start gegaan. Op de 500 en de 1500 meter zijn bijna alle Nederlanders geplaatst. Ook voormalig Europees kampioen Victor Aan wist zich voor beide afstanden te plaatsen. Vrijdagmiddag kwamen er 2000 kinderen van verschillende scholen in Dordrecht een kijkje nemen. Heel leuk. Wat vind je er leuk aan? Nou, ik vind gewoon. Het is heel leuk om te zien en ook spannend. Het is ook de eerste keer. Ja, je hebt er nooit eerder gezien? Nee, en ook nooit eerder van gehoord. Zou je het zelf eens willen proberen? Ja, alleen ik kan nog niet echt zo hard. Ik ben nog niet echt gewend. Je wilt wel proberen? Ja. Nou, ik vind het gewoon dat ze heel snel gaan. Mooi om te zien, want ik ben nog hier nog nooit geweest. Heb je nog nooit shorttrack gezien? Nee. Zou je het zelf willen proberen? Nee, liever niet, want ik ben bang dat ik val. De finale van de 500 en de 1500 meter zijn zaterdag. Dit weekend worden ook nog de 1000 meter en de ploegenachtervolging gereden.